En zo zijn we begonnen met onze laatste studie over het mysterie van de opname. En we hebben al een heel traject hebben met elkaar doorlopen. Dat God ons wil bewaren voor de oordeel die over de wereld komt. En de laatste les waar we het over gesproken hebben is dat hij komt voor de bruiloft. Dat de opname het begin is van die bruiloft. En er staat een gelijkenis in de Bijbel waar we samen naar gaan kijken. En dat is in Lucas hoofdstuk 14. En deze boodschap gaat niet zozeer meer over al die teksten die gaan over de opname enzovoort. Maar dit gaat veel meer over onze geestelijke houding. Want je kunt daar eindeloos over theoretiseren en over datums en tekenen enzovoort. Maar de ultieme basis is, heb jij een bruidsverwachting? Heb je een hartenklop van iemand die uitziet en leef je in die verwachting? En daar gaat eigenlijk deze les voornamelijk over. En deze gelijkenis die vertelde Jezus aan zijn discipelen. Dit is niet de gelijkenis die hij in een open setting aan het grote publiek vertelt. Die vertelt hij in een setting met zijn discipelen. En dan spreekt iemand over zalig wie in het koninkrijk Gods is enzovoorts. En dan begint Jezus deze gelijkenis te vertellen. En dan zegt hij, iemand richtte een grote maaltijd aan. En in de NBG-vertaling, die misschien velen ook nog gebruiken, staat de gelijkenis van de verontschuldigingen. Maar in de King James of dat is Lucas 14, vers 15. Vanaf vers 15 tot vers 24. Maar in de King James vertaling of in de grondtekst, daar staat de parable of the great supper. Hè, de gelijkenis van het grote feestmaal. En dat refereert naar de bruiloft van het lam. Het grote feestmaal, dat is niks anders dan de bruiloft van het lam. En dan staat er dit. Iemand richtte een grote maaltijd aan en nodigde velen. Het gaat hier over uitgenodigden. En hij zond zijn slaaf uit. En nogmaals waar ik mee begonnen ben. God gaf mij die jeugdherinnering van de ratel, de trompet en de boekrol. Ik ben die slaaf. Ik ben die boodschapper. Ik mag de uitnodiging uit laten gaan. En hij zond zijn slaaf uit tegen het uur van de maaltijd. Om tot de genodigden te zeggen, kom, want het is nu. Er staat het woordje nu tussen, ook heel belangrijk. Het is nu gereed. En ze begonnen zich alle opeens te verontschuldigingen. De eerste zei, ik heb een akker gekocht en ik moet die noodzakelijk gaan bezien. Ik verzoek u, houd mij voor verontschuldigd. En een ander zei, ik heb 5 span ossen gekocht en ik ga die keuren. Ik verzoek u, houd mij ook voor verontschuldigd. De derde zei, ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. En de slaaf kwam terug en berichtte zijn heer deze dingen. Toen werd de heer des huizes toornig en zei tot zijn slaaf, ga aanstonds de straten en stegen der stad in en breng de bedelaars en misvormden en blinden en lammen hier. En de slaaf zei, heer, wat gij hebt opgedragen is geschied en nog is er plaats. En de heer zei tot de slaaf, ga de wegen en de paden op en dwing hen om binnen te komen, want mijn huis moet vol worden. Want ik zeg u, niemand van die mannen welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. Waar gaat deze gelijkenis over? Dat zal ik u vertellen. Want wie zijn de genodigden? Dat zijn wij. Wij zijn genodigd om bij het bruiloftsfeest te zijn. Wij zijn genodigd om aan de tafel van de grote koning te zitten. Onze God, onze verlosser, onze redder. Wij zijn genodigd. En er staat tegen het uur van de maaltijd. Dat wil zeggen, heel dicht bij het moment dat het feest begint. En om genodigd te worden, je moet even gewoon denken aan een huwelijksfeest.
Als je gaat trouwen, dan samen met je geliefde selecteer je heel precies wie je uitnodigt. Dat doe je niet zomaar. Je zegt niet zomaar een hele wilde waslijst van mensen op die lijst. Dat zijn allemaal mensen waar je een band mee hebt, waar je van houdt. Die kostbaar zijn in je ogen, die je waardeert. Die jou waarderen, hopelijk. Of dat verwacht je in ieder geval. En het is een teleurstelling als mensen niet komen, want die heb je geselecteerd. Het gaat hier eigenlijk over selectie. Uitverkiezing zou je bijna het woord gebruiken, hè? Wij zijn de uitverkorenen. In Christus Jezus zijn we uitverkoren en genodigd. En dan komt hij bij de eerste en ze hebben allemaal een excuus. En de eerste zei, ik heb een akker gekocht, de tweede ik heb ossen gekocht en de derde een vrouw getrouwd. Maar dat is symbolische taal. En ik zal je zeggen wat het betekent, dat heeft God mij laten zien. Want als je het woord akker in de Bijbel opzoekt, dan slaat het altijd op zending. De akker is de wereld. De oogst zijn de zielen. Ik heb een akker gekocht, dat betekent, dit gaat over een zendeling. Een evangelist. Die de Bijbelschool doorlopen heeft. Chinees heeft geleerd. De cultuur heeft onderzocht. Ja, en zich nu klaargemaakt heeft om te emigreren. Hij heeft geen tijd voor feestjes. Ja, ik ben niet voor niks naar de Bijbelschool gegaan. En eigenlijk is de tragiek hier, dat deze man, die houdt meer van de oogst van de Heer, dan van de Heer van de oogst. Hij is weliswaar gezonden door de Heer van de oogst, om de oogst binnen te halen. Maar hij is meer van die oogst gaan houden dan van zijn opdrachtgever. Hij is meer van de opdracht gaan houden dan van zijn opdrachtgever. Eigenlijk kun je zeggen dat zijn bediening een afgod is geworden. Zijn bediening is op zichzelf komen te staan en heb geen tijd voor degene die hem uitgezonden heeft en die hem die bediening heeft toevertrouwd. Hij wil degene die hem geroepen heeft niet bedienen. Hij wil alleen maar bezig zijn met zijn ministry. Nou is het zo natuurlijk, ze hebben wij de opdracht om de wereld in te gaan, het evangelie aan alle mensen te verkondigen. Maar er is één die daarboven uitgaat, dat is onze opdrachtgever zelf. En ik weet niet hoe dat met jullie is, maar ik heb heel vaak, en tegenwoordig heb ik zelfs een appje op mijn telefoon, een to-do list. Hè, dingen, een lijstje van dingen die ik moet doen en ik zet ze vaak ook nog in prioriteitenvolgorde, want ik ben een heel druk man. En denk ik, dit moet ik doen, dat en dat, en dit kan ik mooi zo doen, die twee kan ik combineren, en dat scheelt me weer een half uur. En sinds ik in Zeewolde woon, want ik woonde vroeger in Vlissingen, dan liep niet iedereen zomaar bij me binnen, want dan moeten ze een heel eind rijden. En zeker Nederlanders vinden dat dan heel erg ver. Maar sinds ik in Zeewolde woon, dan komen mensen makkelijker voorbij. En als ik zelf niet de hand eraan houd, dan ben ik druk met iedereen maar counselen en iedereen die bij me aan de deur komt. En ik heb gewoon een besluit genomen. Ik heb mijn agenda. En er komt niemand tussen gewoon. En dan zeg ik, sorry, dat kan niet. Dan moeten we eerst een afspraak maken die past in mijn agenda. Maar ik heb één afspraak met God. En dat is wanneer hij zegt, maar dit is mijn agenda, dan gaat mijn lijstje aan de kant. Ik ben geen slaaf van dat lijstje. Maar ik ben zeker ook niet geen slaaf van het toeval en iedereen die maar zomaar een beroep op mij wil doen. En ik wil erover waken dat ik die slaaf word. Want als de Heer zegt, hey, wacht even, dit is van mij. Dan zeg ik, oké, briefje aan de kant. En dan maak ik die tijd. Dan, ja, dan is er een prioriteit. Want ik ben zijn dienstknecht in de eerste plaats. En als hij zegt, laat het werk maar rusten. Dan laat ik het werk rusten. Maar hier zien we iemand die heeft meer liefde voor het werk van de Heer. Dan voor de Heer van het werk. En dan de tweede, ik heb 5 span ossen gekocht. Is eigenlijk ook symbolische taal. Want ossen gebruik je in de landbouw om te ploegen en om te oogsten. Om het land te bewerken en om de oogst binnen te halen. En je zou kunnen zeggen, deze man is een beeld van een apostel. Iemand die een bijbelschool heeft. Want de ossen die je koopt, dat zijn de mensen die je als het ware traint om de oogst binnen te halen. Hij heeft een bijbelschool, een trainingsschool, een toerustingsprogramma, een tv-programma. Hij heeft zijn lessen, zijn boeken, zijn meetings, zijn seminars, zijn conferenties. Sorry, ik heb geen tijd voor die onzin, want de wereld moet gered worden. En eigenlijk zie je dezelfde afgoderij in het leven van deze man. Hij houdt meer van zijn bediening dan dat hij God dient.
En hij heeft geen tijd voor God zelf. Want hij heeft een afgod gemaakt van zijn werk voor de Heer. En dit gevaar en dit risico is vele malen groter voor toegewijde christenen dan voor lauwe christenen. Daarom is deze waarschuwing ook zo belangrijk, dat we juist in dit laatste uur erover waken. Want we leven in een communicatiewereld. En we hebben vandaag de dag allemaal mobiele telefoontjes. En die staat nooit stil. De appjes rollen binnen. De e-mails, de telefoontjes, de berichten enzovoorts. We leven in een communicatieve wereld. En als je niet oppast, word je geregeerd. En we zien het overal. 20 jongeren die bij elkaar zitten, maar ze spreken geen woord meer met elkaar. Want ze zitten allemaal op een schermpje te bekijken. Ze hebben geen echt persoonlijk contact meer met elkaar. Ze hebben meer communicatiemiddelen, maar minder communicatie. Ze hebben betere huizen, maar minder thuis. Ze hebben meer geld, maar geen echte doelen. We leven in zo'n wereld. En hier is de waarschuwing juist dat deze man dus zo druk is in het werk voor de Heer, dat hij geen tijd heeft voor het feestje van de Heer. En de derde is heel tragisch ook. Want weer een ander zei, ik heb een vrouw getrouwd. Nou, van het natuurlijk perspectief uitgezien zou je zeggen, dat is toch wel een goed excuus om niet naar dat andere feestje te gaan. Maar hier is dat het beeld van de gemeente. Sommigen hebben een afgod gemaakt van die gemeente. Die gemeente is een totale afgod geworden. Het gaat alleen nog maar om die gemeente. Je bent ook alleen maar goed als je elke zondag komt en je geld geeft en je taken voldoet. Maar de gemeente is eigenlijk de gemeenschap der heiligen. Maar die moet allereerst plaats gemeenschap met God zelf hebben. En als wij meer houden van de kerk van Jezus dan de Jezus van de kerk. Als we meer houden van de kerk van de Heer dan van de Heer van de kerk. Dan hebben wij ook van de kerk een afgod gemaakt die tussen ons en God is inkomen te staan. En dat is ook het geval met deze. Ik heb een vrouw getrouwd en daarom kan ik niet komen. Ik ben veel te druk met de kerk. En ik zal je zeggen, dit is niet zomaar uit de mouw geschud door mij. Want ik ken genoeg verhalen. David Wilkerson leeft niet meer. Maar die heeft in Amerika toen een onderzoek gedaan onder jonge mensen die de kerk uitgelopen waren. En het waren voornamelijk kinderen van voorgangers die boos en bitter waren. Want die zeiden, mijn vader heeft nooit geen tijd voor mij. Hij zit altijd achter de computer, aan de telefoon, pastorale gesprekken, gebedstonden, vergaderingen en spreekbeurten. Maar voor mij heeft hij geen tijd. En dan zegt hij dat God hem dat gezegd heeft. Ik haat die God, want die God, de andere kinderen hebben een vader, maar ik heb geen vader. En misschien is het hier en daar overtrokken, maar het is eigenlijk een noodkreet van een kind die zijn vader nodig heeft. En als wij onze gezinnen gaan opofferen op het altaar van succes in de bediening, dan is er iets helemaal mis. Dat is niet de wil van God. Het eerste gebod is niet bouw kerken, werp demonen uit, ga mensen bekeren, bevrijd ze, geef profetieën. Het eerste gebod is, heb God lief. Boven alles. En je naaste als jezelf. Het eerste gebod is niet werken voor God. Als God werkers had gewild, had hij wel huishoudsters gezocht. Maar hij zoekt een bruid. En dat gaat om een liefdesrelatie in de eerste plaats. En dat ontbreekt hier, want het gaat over het huwelijksfeest. En dan wordt hij toornig. Ja, terecht wordt hij toornig. Want ze hebben wel die opdracht gekregen, maar ze houden meer van de opdracht dan van hem. En dan is dit hele tragiek, de ultieme tragiek is, de laatste zin. Want ik zeg u, niemand van die mannen, welke genodigd waren, zal van mijn maaltijd proeven. Laten we dit niet, het is makkelijk met de vinger naar anderen te wijzen, maar steek je hand even in eigen boezem. Ik wil het bruiloftsfeest niet missen. Ik wil de opname niet missen. En ik ben ook een harde werker, maar ik wil erover waken dat er iets tussen mij en God inkomt. En dan denken we niet alleen maar aan zondige dingen, maar juist ook de goede dingen. Want dit gaat niet over zondige dingen. Maar de goede dingen zijn de vijand van de beste dingen. En het beste is je relatie met de Heer. En ik wil je laten zien dat dit verhaal niet op zichzelf staat. Want er zijn nog veel meer verhalen in de Bijbel die eigenlijk deze grondgedachte in zich dragen. We vinden dat bijvoorbeeld in Openbaring 2, vinden wij het verhaal
van de kerk te Efeze. En als je de Efezebrief leest en een Bijbelvosser bent, dan weet je, als er één gemeente was die diep was ingewijd in de geheimenissen van het Koninkrijk van God, dan waren het wel de gemeente te Efeze. Bijzondere, bijzondere gemeente. En dan zegt Jezus in de toespraak aan de zeven gemeentes, zegt hij van de gemeente te Efeze, en let op de nadruk die ik leg op de woorden: ik weet uw werken, inspanning, volharding. Voor degenen die willen meelezen, Openbaring 2 vers 2 tot 5. Dat gij de kwade niet kunt verdragen. En hen op de proef gesteld hebt, dat zeggen dat ze apostelen zijn, maar het niet zijn. Dat gij een leugenaars hebt gevonden. En gij hebt volharding. En gij hebt verdragen om mijn naams wil. En gij zijt niet moedig geworden. Ik zou je zeggen, dit zijn allemaal geweldige loftuitingen. En het zijn ook hele goede eigenschappen. Dat zijn eigenschappen die we ook allemaal, als jij mee wilt doen in een Olympische sport. Tom Dumoulin heeft de Giro gewonnen. Nou, als je ziet wat hij daarvoor betaald heeft. Wat een toewijding, wat een trouw, wat een volharding. En de Paulus spreekt over de wedloop en over de Olympische Spelen als een wedloop. Niet terugkijken, volharden, toewijding doorzetten. Ja, dat zijn allemaal goede eigenschappen. Dat moet je ook niks... Dit is een lofprijzing van Jezus aan de gemeente. Ja, dus het is niet zo dat we deze tekst mogen gebruiken en kijk, ze krijgen een vermaning, dus dat is niet belangrijk. Ja, dat is wel belangrijk. Alleen ze waren zo ijverig geworden dat ze aan het echte doel voorbijgeschoten waren. En dat zie je als hij klaar is met zijn loftuiting aan de Efeziërs, zegt hij: maar ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde verzaakt hebt. Eerste liefde verzaakt hebt. Het eerste gebod en het enige gebod en het eeuwige gebod. In het Oude Testament is het eerste gebod niet kerken bouwen en niet alleen maar offers brengen, is God liefhebben. In het Nieuwe Testament is het enige gebod. In de hemel is het eeuwige gebod. God liefhebben boven alles. Met heel je hart en ziel en kracht en verstand en alles wat in je is. God liefhebben, daar gaat het om. Dat is het allerbelangrijkste wat er is. God liefhebben. Niet werken voor hem, hem liefhebben. En we kunnen nooit onze liefde voor God afkopen met onze werken voor hem. Want dan kom je in een soort wetticisme. God zal nu al van me houden, want kijk eens hoe hard ik voor hem werk. Ik zou je zeggen, ik hield van mijn kinderen toen ze nog nooit ene poot hadden uitgestoken. Ze hebben alleen maar mijn vrouw heel veel pijn laten veroorzaken. 9 maanden overgeven, dure doktersrekeningen, slapeloze nachten, persweeën, vieze troep in bed en daarna stinkende overhemden. Weet je wel, want dan kotsen ze oude kaas over je heen. En iets ouder hebben ze nieuwe kunstwerken op je nieuwe behang gemaakt. En het gaat jaren zo lang door en toch hou je van je kinderen. Waarom? Liefde is de drijfveer. Iemand die geen kinderen heeft en alleen maar een paleisje wat helemaal opgepoetst is, die zegt: aan mij niet, al die polonaise aan mijn lijf, totdat ze kinderen krijgen en dan lijkt het wel of ineens een transformatie in hun hoofd plaatsvindt, want dan ontstaat er liefde en dan is dat allemaal ondergeschikt. Ik zeg niet dat het leuk is, maar dan is dat allemaal ondergeschikt, want liefde regeert je hart. En als ouders hier, de meeste van u zijn ouders, u begrijpt allemaal waar ik het over heb. En dan zeggen we ook nog: is die niet mooi? Nou, helemaal niet mooi. Hij lijkt net opa. Geen tanden, geen haar, kwijlen. Weet je wel? En dan zegt: ja, ik ben even nuchter nu. Maar zo is het wel. En we smelten helemaal. Is hij niet prachtig mooi? Zeggen we dan. Ja, dat komt door de liefde. En dat is voor God zo belangrijk. Want dan zegt hij dus dit: ziet dan van welke hoogte gij gevallen zijt. En hier kom je ook weer op zo'n heel moeilijk punt. Want als we denken aan gevallen leiders, afvallige christenen, dan denken we aan overspel of hoererij of alcoholisme of iemand die het geld uit de kas heeft gepikt of naar de macht heeft gegrepen. Dan denken we aan schunnige dingen. Dan denken we aan schandalen. Hij is een afvallige, denken we dan. Maar bij een afvallige
denken we niet aan iemand die vol is van werk en inspanning of volharding en het kwade niet kunnen verdragen en niet moe worden. Daar denk je dan niet aan. Maar dat doen ze nou juist allemaal wel. Het gaat hier niet over, ziet van welke hoofden gij gevallen zijn. Het gaat niet over een overspelige of een hoereerder of iemand die God de rug heeft toegekeerd. Nee, hier is het juist iemand die zo hard te gaan werken van God is, dat die God helemaal voorbij gelopen is en dat hij helemaal geen rekening meer met. Hij is een slaaf van het werk van God geworden. Hij heeft een afgod van gemaakt. Ik heb tegen u dat gij uw eerste liefde. Je kunt werken voor God zonder hem lief te hebben. Andersom bestaat niet. Je kunt hem niet lief hebben zonder hem voor hem te. Als je echt van hem houdt, dan vloeit het werk op een natuurlijke, waar het hart vol van is, dan loopt de mond, dan spreek je van die liefde. Dat is het werk wat God wil dat je doet. Dat het uit liefde geboren wordt. En niet alleen maar dat je werkt voor Gods liefde, nee, je werkt door Gods liefde. Ik werk niet voor Gods liefde. Want hij heeft zijn liefde aan mij bewezen toen ik nog een vijand van hem was. Toen ik nog een zondaar was. Toen ik nog niks wist dat er een God was die om mij gaf. Toen ik verslaafd was en loog en stal en immoreel was. Toen hield God nou al van mij. Hij heeft nooit gezegd, als je het goed doet zal ik van je houden. Nee, hij zegt, ik hou van je wat je ook doet. En die liefde heeft uiteindelijk mijn ogen geopend van, ik ben helemaal fout bezig. Heer, vergeef mij, verlos mij. En nou wil ik hem niet dienen omdat ik hoop dat hij maar van me houdt. Nee, ik dien hem omdat ik weet dat hij van me houdt. Ik doe het niet voor zijn liefde, ik doe het door zijn liefde. En deze lui waren zo in dat werk opgegaan, dat ze eigenlijk niet meer het uit liefde voor God deden. Dat waren ze kwijtgeraakt. En dan zegt hij, zie van welke hoogte je gevallen bent. En dan moet je even twee plaatjes zien. Dan zie je iemand in de kerk die keihard werkt en zich inspant en volharding heeft. Het kwade niet kan verdragen, die volhardt. En maar blijft verdragen omwille van Jezus. En maar niet moe wordt. En toch zegt God, je bent diep gevallen. Waarom? Je bent die liefde kwijtgeraakt. Je doet nog altijd wel het werk. Maar er is niet meer die sprankeling. Er is niet meer die verliefdheid. Er is niet meer die eerste liefde die de drijver is van alles wat je doet. En dan zegt hij verder. Bekeert u en doet opnieuw uw eerste werken. Dit is niet de bekering van een drugsverslaafde die stopt met drugs gebruiken. Dit is de bekering van bijna de perfecte christen die eigenlijk alles al goed doet. En er zijn er heel veel van. En we hebben daar een spreekwoord voor. Ik weet niet of het in het buitenland ook bestaat, maar in Nederland hebben we daar een spreekwoord voor. Want we zeggen, het is een christelijk werk om heidenen te bekeren. Maar het is een heidens werk om christenen te bekeren. En hoeveel zijn er niet die werken zich te pletten voor God in de hoop dat ze er dan maar zullen komen. Terwijl ze nooit ontdekt hebben dat God al lang van hen hield, al hadden ze nog nooit wat voor hem gedaan. En dat is eigenlijk heel verschrikkelijk, want dan ben je gewoon, dan ben je wettisch eigenlijk, gevangen in de wet. En dan zegt hij, doet opnieuw uw eerste werken. Je moet gewoon weer terugdenken aan de eerste keer, Henk, dat je dat mooie meisje zag, Kobi. En nu ben je al, hoeveel jaar? 52 jaar samen. En ja, je kan het wel een beetje zien. Hij is nog steeds knettergek op haar. He? Is dat niet prachtig? Dat je dat na 52 jaar... Je ziet ook uitgebluste stellen. He? Die zie je ook genoeg. Maar God wil dat die liefde altijd blijft. Dan blijft het ook fijn. Dan blijft het ook heerlijk. Dan, je wilt bij elkaar zijn. Dat is wat God wil. Want het huwelijk is een schaduw van Christus en de gemeente. Dat is het plan van God. En ik zal je zeggen, de statistieken bewijzen het. Dat kinderen die in zo'n gezin opgroeien, zijn de beste kanshebbers in de samenleving. Want die groeien op, ja, met de vitamine van liefde en geluk. En dat is alleen maar goed voor geest, ziel en lichaam. Dat heeft God zo gedesigned. Heeft God zo georganiseerd in de schepping. En de meest miserabele kinderen zijn uit de gebroken gezinnen. Dat blijkt ook uit de cijfers van criminaliteit en prostitutie en ontwrichte mensenlevens. Die komen, dan kun je daar niet altijd wat aan doen, maar dat zijn gewoon statistische gegevens. Dit is Gods design. En daarom wil hij dat je terugkeert naar de eerste liefde
En weet je, dat kunnen wij ook doen. Je moet gewoon weer denken aan het eerste moment dat je verliefd op dat meisje bent. Wanneer is het voor het laatst dat je zei, dat je tegen haar zei... I told you lately that I love you. Ja? Ja, ik kan niet zingen, dan laat ik aan de ander over. Maar, hè? Wanneer is dat voor... Ik was in Trinidad en ik sprak hierover. En toen zei die man... Hij zei, ja, 25 jaar geleden in het stadhuis. Hij zei, ja, maar ik ben nu gescheiden. Ja, ik zeg, vind het gek. Vind het gek. Je moet het niet alleen zeggen in het stadhuis. Want die vrouw die wil het elke dag horen. Zelfs na 50 jaar nog steeds vindt ze het fijn om het te horen. Ja, toch? En ik hoor het ook. En je hoort het ook. Kijk eens even, wat een bevestiging. Is het niet geweldig? En dan zegt hij dat je moet terugkeren. Weet je, je kunt de passie opnieuw aanwakkeren. Je kunt weer eens een bosje bloemen voor je vrouw kopen wat je al 10 jaar niet gedaan hebt. Je kunt haar weer eens een leuk briefje schrijven of in een moonlight walk doen. Of iets romantisch, weet je wel. He, of in haar ogen kijken en zeggen je bent de mooiste van de wereld. En dan moet je misschien je bril afzetten zodat je haar rimpels niet meer ziet. Maar... nou, als dat helpt. He. Goed. Nee, het gaat om het hart, dat weten. Maar dan staat er weer iets tragisch achter. Maar zo niet, dan kom ik tot u en ik zal uw kandelaar van zijn plaats wegnemen, indien gij u niet bekeert. Het is voor God zo belangrijk dat je in liefde wandelt. Dat is voor God nummer 1. Het is het eerste gebod, het enige gebod en het eeuwige gebod. En God zit niet te wachten op loonslaven die zich een slag in de ronde werken, omdat ze denken dat ze dan de hemel verdiend hebben. Want als je wil krijgen wat je verdiend hebt, loop dan maar naar de hel. Dat klinkt hard, maar dat is wat we allemaal verdiend hebben. Want we zijn allemaal zondaren. De hemel is genade van God. Die kun je niet verdienen. En je dient hem niet voor de hemel. Je dient hem omdat hij je vergeven heeft uit liefde voor hem. En ik zou je zeggen, als ik het ontbijt 's ochtends klaarmaak, dan is het, ja, dat moet ik weer doen. Nee, ik vind het heerlijk. En een vrouwtje die vindt het ook leuk als ik het doe. Het is liefde. En met dezelfde liefde zorgt zij dat het huis schoon is en de kleren gestreken zijn. En ga ik het geld verdienen omdat er brood op de plank is en de rekeningen. Maar als er geen liefde is, wat heb je dan een vervelend huwelijk? Ja, maar ik werk met de pletten voor jou. Nou, leuk is dat, zeg. Maar zo, dat wil God ook helemaal niet. God wil dat de liefde de drijfveer is van al onze daden. Al wat gij doet met... Uit liefde voor Jezus, dat houdt zijn waarde en zal blijven bestaan. En dit is niet alleen maar met de Efeziërs. Weet je, er staat nog een verhaal wat we allemaal kennen. En dat vind ik ook een heel prachtig verhaal. Dat is het verhaal van de verloren zoon. Dan hebben we 2 broers. De oudste en de jongste. En dat verhaal begint, en daar hebben we vaak overheen gelezen. Maar het verhaal begint met de opmerking... En de vader had 2 zonen en de jongste vroeg het erfdeel en hij verdeelde zijn erfenis onder hen. Daar heb ik altijd overheen gelezen. He, dus ook de oudste kreeg op dat moment zijn erfdeel. Maar de jongste die maakte alles te gelden. Dat is eigenlijk al heel pijnlijk. Maakte alles op. Want, nee, te gelden. Hij maakte het eerst te gelden. Dat wil zeggen, er zijn objecten die hebben een emotionele waarde. He, dus hij kreeg misschien wel een schilderij of een kostbaar erfgoed. Maar hij verkocht het hele zootje en maakte overal geld van. Dat staat er eigenlijk in de grondtekst. Hij had dus geen waardering voor het erfgoed van zijn vader in de ware zin van het woord. He, ik heb bijvoorbeeld een Statenbijbel, die is al meer dan 350 jaar in onze familie. Ja, maar die, als hij, geef je me 10.000 euro, dat ding verkoop ik niet. Voor mij is dat een symbool van de trouw van God in bijna 10 geslachten. En ik geloof dat mijn inzicht in het woord van God niet alleen maar is omdat ik een slimme jongen ben. Maar dat, hè, want mijn tante zei, ja, hij is zo beduimeld, want er is altijd veel in gelezen. En er is altijd gebeden voor de kinderen en de kleinkinderen. Hoeveel gebeden zijn er opgestapeld, een stuwmeer van gebeden, door 10 geslachten... En dat ik de erfgenaam ben van al die zegeningen en van die gebeden. Dat ik vandaag de man ben die ik ben.
En die Bijbel is voor mij het symbool van die enorme zegen. Dat is priceless. Die ga ik voor geen miljoen euro verkopen. Dat zou een schande zijn om die Bijbel te verkopen. Nee, die geef ik straks aan een van mijn kinderen door. In de hoop dat die ook in diezelfde weg weer de weg verder mag zetten. Maar deze jongen maakte alles te gelden. En hij verbraste het met vrouwen en drank en drugs. En weet ik veel wat hij het allemaal verbrast had. En wij hebben vaak het verhaal, ja, dat is de verloren zoon. Maar ik wil ook iets goeds zeggen van die jongen. Want hij zei, vader, geef mij mijn erfdeel. Dat betekent al dat hij de geest van het zoonschap had. Want je kunt niet, kijk, ik bedoel, als Benjamin, hè, van Julius en Angelique tegen mij komt, geef mij mijn erfdeel, dan zeg ik, ga maar naar je eigen vader. Ja. Ik bedoel, dat is mijn zoon niet. Ja, toch? He? Maar als mijn zoon het doet, ja, he? Ja, mijn zoon heeft nou zijn auto in de prak gereden, ja, dan moet papa lief ook wel weer meehelpen natuurlijk. En dat probeer ik ook, maar het geld groeit me niet op mijn rug. Maar als ik hem kon helpen, dat doe je als ouders. En deze jongen vroeg het erfdeel en dat betekent dat hij wist een zoon te zijn. En het tragiek is dat de oudste jongen dat woord vader nooit in zijn mond heeft genomen. En nu komt het, want dan gaat die jongen, dan gaat er helemaal los. Hè? En dan uiteindelijk, als het geld op is, zijn zijn vrienden ook weg. Want zo werkt het in de wereld. Ja. Ja, als je geld hebt, heb je vrienden. En als het geld weg is, zijn je vrienden ook verdwenen. En uiteindelijk probeert hij zijn eten te vinden bij het varkensvoer. En dat is een symbool van demonie in de Bijbel. Hij probeerde zijn maag te vullen. En het werd hem zelfs niet gegeven. En hij mocht dan op de varkenspad. En hij vrat varkensvoer. Ik bedoel, hij was zo diep gevallen. In de duisternis. En dan zat hij daar. Hij had nog honger. Hij was alles kwijt. En hij stonk. En dan staat er. En hij kwam tot zichzelf. Hij kwam tot zichzelf. Wij moeten ook tot onszelf komen. Wij moeten gaan zien, wie ben ik en waar sta ik? Waar ben ik mee bezig? Wat doe ik eigenlijk met mijn leven? En die jongen kwam tot zichzelf en dan zei hij bij zichzelf, in het huis van mijn vader is genoeg voedsel en veiligheid en zegen. Hij dacht terug aan vroeger, dat veilige thuisgevoel bij papa en mama. Hij dacht daaraan en hij zei bij zichzelf, ik zal teruggaan naar mijn vader. En ik zal tegen mijn vader zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En die vader liet hem ook gaan met het erfdeel. Dat vind ik ook zoiets geweldigs. Want er zijn ook voorgangers die zeggen, als je hier weggaat, dan zal je vervloekt worden. Want hier hoor je, dit is je thuis. Maar als iemand de kerk verlaat en zijn hart is daar niet, dan hou je hem niet binnen door hem te vervloeken. Integendeel. Als hij dan weggaat, komt hij ook nooit meer terug. Want je hebt hem alleen maar een trap nagegeven. Maar die vader wist, zijn hart is hier niet. Eigenlijk ben ik hem al kwijt. Hij is hier alleen maar fysiek aanwezig. Hij wil de wereld, ik moet hem maar loslaten. Maar zijn hart ging wel naar hem uit. En eigenlijk zei die jongen, de deur staat altijd open. Je bent altijd weer welkom om terug te komen. Diep in zijn hart wist hij dat ook. En als je een leider bent van een kerk, dan denk ik dat je daar wel aan doet. Want als die jongen tot bezinning komt, dan weet hij ook dat hij terug kan komen. En dat hij niet een trap nakrijgt, maar dat hij weer verwelkomd wordt. En deze jongen besefte dat. Dus er kwam een moment, ik zal naar mijn vader gaan. En ik weet niet hoe vaak dit in zijn hoofd gerepeteerd wordt. Ik zal tegen mijn vader dit dan zeggen. Pap, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. En wees mij genadig en ik hoop dat ik weer terug mag komen. En de Bijbel vertelt ons dat die vader elke dag bij het hek stond te kijken over het landweggetje. Komt hij er al aan. En op een dag ziet hij iemand aankomen. En hij herkent van verre dat loopje van zijn zoon. En zo goed en wel als zijn oude benen hem konden dragen, heeft hij het Olympische record verbroken en rende naar hem toe. Zo is God. Zo is God. En dan omhelst hij hem. Hij zegt niet eerst, wat zie je eruit? Wat heb je met je Rolex gedaan? Waar is al je geld gebleven, man? Je hebt het een schande gemaakt. Heel je erfenis erdoor. Wat ruik ik? Je stinkt naar varkens. Gruwel in de ogen van de Joden, weet je wel. Nee, die vader die
omhelste hem gewoon in één keer. Hij omhelste hem. En die jongen die begint zijn riedeltje te doen. Papa, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Maar over zijn schouders heen zegt hij tegen de knecht. Dat gemeste kalf, dat had hij al vet gemest. Het geloof van de vader was, hij gaat terug. Heb de barbecue aan, weet je wel. Maar ga eerst even in bad, weet je wel. Want hij stonk wel. En hij kreeg een nieuw gewaad. Wij zijn bekleed met de klederen des heils. Wij zijn bekleed met de klederen der gerechtigheid. God heeft onze zonde afgewassen. We hebben een rein kleed gekregen. Dat is wat God voor ons gedaan. En een ring, een trouw. We hebben een nieuw verbond, een beeld van een verbond. En de kaviaar werd opengetrokken en de wijn. En de muziek kwam en het was feest in huis, jongens. Want die jongen die was thuisgekomen, geweldig. En dan is de tragiek van het verhaal waar heel veel mensen overheen lezen. Want je kunt je eigenlijk wel afvragen, wie was nou de echte verloren zoon? Want die oudste, die altijd thuis was gebleven en van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat op de akker werkte. De akker is het zendingsveld. En ook zijn erfdeel had gehad. Kwam thuis, hoorde de muziek en zegt, wat is hier aan de hand? Ja, je broertje is thuisgekomen en papa is blij en hij heeft een feest. Ik ga niet naar binnen. Die lapswans. Erven is er doorgedraaid met hoeren, drank. Ik werk met de pletter. Voor mij is er nooit een feestje geweest. En we hebben het hier over trouwe, toegewijde, oprechte kerkmensen die het goed doen. Maar het woord vader is nog nooit geen één keer in de mond. En dan komt het. De vader verlaat het feestje. Want hij is ook de vader van de oudste. Hij zegt, jongen, kom toch binnen. Voor die flapdrol zeker. Die zoon van u, zegt hij dan. Hoe pijnlijk moet dat zijn voor ouders. Als het ene kind zegt, die zoon van jou. Er was geen genade in zijn hart. Hij dacht, wetties, ik werk met de pletter. Ik krijg geen feestje. Het lijkt wel een beloning voor slecht gedrag. Hij heeft de hele boel vernacheld. En dan komt hij thuis en krijgt ook nog een feestje eroverheen, zeg. Hij was jaloers. Hij snapte het niet. En die vader zei, jongen, maar al het mijn is toch het jouwe. Het erfdeel heb je toch al gekregen. Maar je hebt er nooit om gevraagd. En het woord vader is geen één keer. Hij had geen intieme relatie. En hier zien we eigenlijk weer zo'n tragisch verhaal waar we het over hebben. De genodigden die waren opgegaan in het werk en hadden geen tijd voor het feestje. De Efeziërs werkten zich te pletten voor God. Maar ze waren hun eerste liefde kwijtgeraakt. De verloren zoon, idem dito. Wat een geweldig harde werker, goede jongen, altijd goed. Maar geen intieme relatie met zijn vader. En hij dacht in termen van goed en kwaad. Maar het is misschien een schok voor u. God denkt niet in termen van goed en kwaad. God denkt in termen van leven en dood. Want die jongen zei, hij is slecht en nu wordt hij nog beloond. Maar zijn vader zegt, jongen, hij was dood en hij is levend geworden. Wanneer leef je als je houdt van God? God liefhebben boven alles. Daar draait het uiteindelijk allemaal om. En weet je wat ik hier zie? Ik zie hier eigenlijk iets bijzonders. En ik lees ook nog een tekst uit Matteüs 24. Daarom wees ook gij bereid, want op een uur dat gij het niet verwacht, komt de Zoon des Mensen. Wie is dan de trouwe en verstandige slaaf die de Heer over zijn dienstvolk gesteld heeft om hun op tijd hun voedsel te geven? Zalig die slaaf die zijn Heer bij zijn komst zo bezig zal vinden. Dus het betekent niet dat we op onze luie gat gaan liggen. We doen het werk wel, maar we doen het voor hem. We doen het niet als slaaf voor het werk. Voorwaar ik zeg je dat hem over al zijn bezit zal stellen. Maar lees de volgende verse en dan staat daar dat en de andere slaven die lui en onverschillig waren en hem niet meer verwachten, daarvan zegt hij, ga weg naar de buitenste duisternis. Ga weg naar de buitenste duisternis. En want hij zal komen op een uur dat gij hem niet verwacht.
En dan zal hij dat zeggen. En ik heb hier op een rijtje gezegd dat in al deze verhalen, we hebben het gisteren over de wijze en de dwaze maagden gehad. Tegen de dwaze maagden zegt hij, ik ken u niet. Tegen de genodigden van het feest zegt hij, niemand zal van mijn maaltijd proeven. Ik pik nu even de negatieve, de verkeerde houding van de betrokkenen en de respons van de Heer. Tegen hen die hun eerste liefde verloren heeft, zegt hij, bekeer je, want anders zal ik die kandelaar van zijn plaats afnemen. Tegen hen die zich niets voor hun naaste hebben gedaan. Weet je wel, dat is Matthäus 25, ik was ziek en hongerig. En Heer, wanneer hebben we u zo gezien? Zegt hij, zij zullen heen gaan naar de eeuwige straf. Tegen hen die Jezus niet verwachten, zegt hij, en hij zal hun folter en het lot der huichelaars doen delen. Daar zal het geween zijn en het tandengeknars. Matthäus 24 vers 48 tot 51. Als we die waarschuwingen bij elkaar optellen, dan zegt hij eigenlijk tegen al deze mensen, ik ken je niet, ik ben boos op je, je mag niet op mijn feest komen, ik neem je lamp weg, ga naar de eeuwige straf, ik zal je folteren en het lot der huichelaars doen delen. En nu heb ik de nadruk op de negatieve dingen gelegd. Maar al die verhalen hebben juist ook het accent om je te bekeren, om te blijven verwachten, om te doen wat recht is, zodat je dit ontloopt. En dit staat allemaal in het licht van de opname. Als je dit onderzoekt, zul je zien dat het daarover gaat. En daarom is de ultieme vraag die we ons moeten stellen, in het licht van alles wat we gehoord hebben vandaag, hoe moeten we dan leven? Hoe zouden we nou eigenlijk moeten leven? En ik geef je, en ik heb een sheet, de aansporing om klaar te zijn, praktisch. Dit is eigenlijk meer een praktische tip. En ik heb er een stuk of 14 geloof ik. En je mag de eerste, tweede, iedere keer eentje erbij, niet te snel. Waakt en bid en wacht op de Heer. Je vindt deze notities ook straks wel weer terug en in het boek staan ze ook allemaal opgetekend. Wees in geen ding bezorgd. Lieve mensen, wees niet bezorgd over de beurs, over het wereldgebeuren, want dat gaat toch wel door. Blijf dicht bij de Heer. Wees geduldig en liefdevol. Overal Bijbelteksten bij. We hebben geen tijd om al die teksten te lezen. Ik zie, ja, ze zijn allemaal in het boek en krijg je ook in de notities erbij. Belangrijk om dit soort, sla acht op Gods woord en lees het. Weet je, alles wat u gehoord hebt deze dagen in dit seminar, komt uit het woord van God. Ik heb het nergens anders over gehad. En wat ik zo pijnlijk vind, er zijn mensen die lezen dat woord van God niet. En wat zegt Jezus? Hebt gij niet gelezen? Weet gij niet? Weet je, de duivel zei, er staat geschreven. En Jezus zei, ja, maar er staat ook geschreven. Jezus kende de schrift. En je moet de Bijbel niet lezen uit de religieuze verplichting. Maar je moet het lezen als de liefdesbrief van je vader. Je moet het lezen als het instructieboek. Je moet het lezen als je levensgids. Je moet het lezen als het brood des levens. Je moet het lezen als het levende woord. Je moet het lezen als het licht des levens. Je moet dat woord lezen om je geest te verrijken. Er is niets wat je geest zo kan voeden dan dat woord van God. En ik voed u deze week, maar ik zou dat niet gekund hebben als ik mezelf niet gevoed had. En ook natuurlijk, God heeft mij een gave gegeven om het woord toe te lichten en uit te leggen. Maar wat heb ik u te brengen als ik zelf het woord niet lees? Als ik alleen maar drijf op gevoel en inspiratie, dan ben ik een entertainer en dat wil ik niet zijn. Ik wil je iets geven waar je wat aan hebt. En dit zijn Bijbelse adviezen waarvan ik geloof dat dit een goede houding is om deze eigenschappen te ontplooien, te ontwikkelen en in je leven als het ware te kijken van doe ik dat eigenlijk of kan ik die discipline in mijn leven gaan toepassen. Sla acht op Gods woord en lees het. Tuchtig je vlees en leef sober. Waarschuw anderen. We zijn allemaal wachters. Ezechiël 3 en Ezechiël 33. Als ik eraan zou denken dat Jezus maandag terugkomt, komende maandag, en we hebben dan nog 3-4 dagen, wat zou jij doen? Marco Borsato zong, als er nooit meer een morgen zou zijn. Er komt een dag dat je niet meer kan getuigen van Jezus, dat het te laat is. Staat
Dit is de tijd om te getuigen. Dit is de tijd om je mond open te doen en anderen te waarschuwen. En waarschuwen is niet negatief. Waarschuwen is de waarheid aanschouwen. Waarschouwen, zeiden onze oma's vroeger. De waarheid. Je zegt eigenlijk, mensen, dit gaat komen over de wereld. Luister nou naar die waarschuwing. Dit is een tsunami waarschuwing. Het oordeel van God gaat komen. Ontvlucht de komende toren. Schuil bij Jezus in de schuilplaats van de Allerhoogste. Laat je ratel ratelen. Laat je trompet blazen en lees en verkondig als het ware de boodschap van de Heer. Vertroost en bemoedig anderen. Sommigen die de hoop verliezen, het duurt niet lang meer. Dat is onze opdracht. Zondig niet opzettelijk. Wij zondigen alles, zegt de Bijbel. Niemand is zonder zonde. Ook niet al ben je kind van God. Soms zondig je, laten we eerlijk zijn. Niet dat we nou structurele zondaars hoeven te zijn. Maar soms maken we fouten. Maar God wil niet dat wij opzettelijk zondigen. En als we zondigen, hebben we een voorspraak bij de Vader. Dat indien we onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons te vergeven en te reinigen van alle ongerechtigheid. Als je gezondigd hebt, ren naar Jezus toe. Maak het in orde. En streef ernaar. Ik denk dat het een normaal streven is dat je niet wil zondigen als kind van God. Ik zeg niet dat je nooit meer fouten maakt, maar daar jaag je naar. Je wilt niet opzettelijk zondigen. Gedenk Gods gestrengheid. De Bijbel spreekt daarover. Zijn gestrengheid en zijn goede tierenheid. En als we de gestrengheid van God zien, dan is het een goede reden. Ik zal je zeggen, mijn vader was ook streng. En toch, ik heb geen trauma's eraan overgehouden. Aan het pak slaag. Weet je wat het met me gedaan heeft? Het heeft geholpen dat ik een vrees voor het verkeerde heb ontwikkeld. Dat ik denk, nee, ik moet hiervan wegblijven. Door de tuchtiging, zoals in de Hebreeën, elke vader tuchtigt zijn kinderen uit liefde, opdat hij op het rechte spoor zal wandelen. Maar wij leven vandaag in een wereld van dokter Spock, dat je kinderen maar moet verwennen en je mag ze geen tik meer verkopen, dan kun jij hier in de gevangenis komen, want het is kindermishandeling. Lieve mensen, je zal ze de kost moeten geven, de criminelen in de gevangenis, die nooit getuchtigd zijn en daarom geen begrenzing meer hebben in hun leven en allerlei misdaden plegen. Wij tuchtigen en de vrucht van de tuchtiging is, en naar beste weten staat er, want we zijn geen volmaakte vaders, maar naar beste weten. Als ik terugdenk, af en toe natuurlijk heb je het wel eens moeilijk gehad met je vader, mijn kinderen met mij, maar nu zijn ze volwassen. Ik heb een goede relatie met ze, ze hebben er niks aan overgehouden. Ze zijn verantwoordelijke burgers geworden die nu zelf kinderen hebben en beginnen te snappen, ja, dat je dat er niet altijd kunt ontlopen. Maar dat doe je uit liefde, want de vrucht van tuchtiging is gerechtigheid en vrede. En daarom is het belangrijk dat wij, een ander woord voor tucht is discipline. En het woord discipel komt van discipline. Als discipel van Jezus is het normaal dat je die discipline in je leven omhelst. En dat je daar ja tegen zegt. Gehoorzaam God en blijf in Christus. Wie in hem blijft, zondigt niet. We hebben allemaal teksten die we kunnen lezen. Verkondig het evangelie en investeer in zielen. Er komt een dag dat Jezus ons weghaalt en dan is het te laat. Maar vandaag kun je nog mensen vertellen over Jezus. Vandaag kan je nog mensen binnenbrengen in het koninkrijk. En ik zal je zeggen, dat is de beste investering die je kan doen, want je bent een ambassadeur. Niet van Nederland, maar van het koninkrijk der hemelen. En is het niet geweldig? Want er zijn mensen in de hemel die je eeuwig dankbaar zullen zijn, omdat jij ze over hem verteld heeft. Ja toch? Daarom laten we investeren en ook getuigen. Heilig en reinig jezelf. Laten we rein en heilig leven. Dat past bij een kind van God. Toch? Halleluja. Heb omgang met gelijkgezinden. De Bijbel zegt, verzuim de onderlinge samenkomsten niet. En vooral naarmate gij de dag ziet naderen. Naarmate de dag, met andere woorden, de wereld wordt steeds duisterder. De druk wordt steeds groter, net als met de persweeën. We hebben elkaar nodig voor vertroosting, bemoediging, instructie. Hoe goed kan het zijn wanneer je door een moeilijke tijd gaat, dat je weet, ik kan met iemand bidden, ik kan met iemand daarover spreken. Laten we gewoon ook deze dingen prioriteit geven. En ik heb gezien, als mensen niet meer teleurgesteld in de kerk, ik snap het, want de kerk is niet volmaakt. God deugt wel, maar zijn grondpersoneel niet altijd. Dat is, en daar horen we zelf ook allemaal bij. Maar als iemand niet meer naar de kerk gaat en zegt, ik doe het thuis wel,
dan zie je heel vaak dat het als een nachtkaarsje uitgaat. Want wij zijn kolen in een vuur. En één kooltje, dat dooft. Maar als ze bij elkaar zijn, dan kan de zuurstof van de Heilige Geest er als het ware doorheen spelen. Als je in Afrika bent, zou ze een ander voorbeeld gebruiken. De zebra die de leeuw aanvalt, is degene die afdwaalt van de kudde. Want in de kudde met al die strepen wordt die leeuw gek, dan weet hij niet waar hij op moet jagen. Maar als eentje geïsoleerd raakt, en dat is precies wat de duivel wil. Hij zegt, ah joh, maar je kan God ook thuis dienen hoor. Je hebt die kerk helemaal niet nodig. En dan kom je in een steeds groter isolement, waar je kwetsbaar wordt voor de aanvallen van de duivel. Het is niet voor niks dat God ons deze aansporing geeft. Om in de gemeenschap der heiligen. En er zijn soms dagen dat je moe en teleurgesteld bent en je gaat naar de kerk. En God spreekt heel persoonlijk tot je. En je ziel wordt verkwikt en je wordt weer bemoedigd en vertroost. En dat is de bedoeling van de Heer. Heb omgang met gelijkgezinden. Wees gereed. We hebben die teksten al gelezen in Matthäus 24. En zij die gereed waren, zij die bereid waren, zij die klaar waren, gingen in tot het feest. En wees bereid, dat is eigenlijk de gezindheid van een bruid. Is dit de laatste? Zijn we er zo'n beetje dan? Ik geloof het wel, hè? Wees gereed. Ja, en dan wil ik nog iets met je delen in de afsluiting van deze bijzondere serie. Want ik zal je zeggen, God ziet alles. En God gedenkt ook alles. Want de Bijbel leert ons dat er meer boeken zijn dan de Bijbel. Er is namelijk een boek van herinneringen die God optekent. En daarvan zien we een eerste voorbeeld in bijvoorbeeld het boek Esther. En dat heet dan de kronieken van de koning. En wat gebeurde? De koning die was op een nacht dat hij niet slapen kon, pakte hij het kronieken, je zou zeggen het logboek, en bladerde door het logboek en zag ineens dat er een keer een coup was gepleegd door twee mannen om de koning te vermoorden. En dat er een zekere Mordechai, een Joodse balling die in Babel woonde, deze coup had verijdeld door op tijd de schildwachten te waarschuwen, of ik weet niet precies hoe het gegaan was. En hij keek in het boek en hij zag dat die man nog nooit beloond was voor zijn trouw aan het koning. En hij was een balling. Hij had kunnen denken, ik ben hier ook maar een slaaf in een vreemd land. Laten ze hem maar de keel doorsnijden. Nee, hij had de juiste gezindheid. Hij heeft het aan het licht gebracht. En de koning dacht, hey, hij is daar nooit voor beloond. En vervolgens dacht hij, nou, hoe zouden we deze man nu belonen? Nou, we kennen het verhaal. Toen kwam Haman, de jodenhater, binnen. Hitler was ook een voorbeeld van. Een afschuiving van antichrist. En die dacht natuurlijk als vuile egoïst dat het alleen maar over hem ging. Wat moet je doen met de man die de koning wil eren? Het lijkt wel een toneelstuk, de klucht. En dan zegt hij, die moet je op het koninklijke paard zetten en een koninklijke mantel en een koninklijke kroon opzetten en door de stad laten gaan en zeggen, dit is de man die de koning wil eren. En de koning zegt, fantastisch! Weet je wat? Doe dat met Mordechai. Ik vind dit zo'n klucht. En hij had al een paal opgericht om Mordechai eraan te spiezen. Daar komt het spreekwoord van, wie een kuil vraagt voor een ander, valt er zelf in. Hij werd op die spies zelf gespiesd. En we zien dat God dus gedenkt. Hier hebben we een verhaal van een koning, een schaduwverhaal. Maar uiteindelijk leert de Bijbel ons, en ik geef je een paar voorbeelden. God gedacht Noach en deed de wateren afnemen. Genesis 8 vers 1. Je ziet het straks allemaal nog in de PDF hoor, die je krijgt met de CD. God gedacht Rachel en opende haar schoot. God gedacht de Israëlieten in Egypte en leidde hen uitstaat. God gedacht Hanna en opende haar schoot, de moeder van Samuel. God gedacht de dief aan het kruis. Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. God gedacht de gebeden van Cornelius. Een Romeinse hoofdman die God niet kende, maar de engel zegt, uw gebeden en uw offers zijn bij God in gedachtenis gekomen. God gedacht, gedenkt hen die hem vrezen. God gedenkt hen die van hem getuigen. Telkens als jij getuigt van Jezus, wordt dat in het logboek van God opgetekend, in het boek der herinneringen. God gedenkt hen die zijn naam overdenken. Je denkt misschien, wat heeft het voor zin om te mediteren over de Bijbel, maar God gedenkt hen die
zijn naam overdenken. Malachi 3 vers 16. En vooral deze laatste twee wil ik een tekst lezen uit Malachi 3 vers 16 tot 18. Dan spreken zij die de Heere vrezen onder elkaar, ieder tot zijn naaste. De Heere bemerken het toch en hoorde het en er werd een gedenkboek voor zijn aangezicht geschreven. Er is dus een gedenkboek, het behalve de Bijbel, waarin van alles opgetekend is, wat misschien niemand ziet, wat jij in het geheim voor iemand doet. Misschien breng je wel offers waar niemand weet van heeft, maar God schrijft het in zijn boek. En ten goede, hè, een gedenkboek voor zijn aangezicht, ten goede van hen die de Heere vrezen. God schrijft dus niet je fouten op, maar ten goede. En in zijn naam in ere houden. Zij zullen mij, let op, zij zullen mij ten eigendom zijn, zegt de Heere der scharen, op de dag die ik bereiden zal. En let op het woord, de dag gaat over de dag des Heeren, waar we al uitgebreid over gesproken hebben. En dat zie je in de volgende verse. En ik zal hen sparen, zoals iemand zijn zoon spaart, die hem dient. Dan zult gij tot inkeer komen en het onderscheid zien tussen de rechtvaardige en de goddeloze. Tussen wie God dient en wie hem niet dient. Met andere woorden, het mag nu voor de ogen van de wereld verborgen zijn wie is de goddeloze en wie is de godsvrezende. Maar God houdt het keurig bij en op die dag van het oordeel zal het verschil aan het licht komen. Zoals we ook zien in de volgende tekst in vers 19, oh nee, hoofdstuk 4 gaat door. Dus, dit is Malachi 3 vers 16 tot 18. En dan het volgende hoofdstuk, Malachi 4 vers 1 tot 3, daar staat dit. Want zie, de dag komt, brandend als een oven. Dit gaat weer over de dag des oordeels. Dan zullen alle overmoedigen en allen die goddeloosheid bedrijven zijn als stoppels. En de dag die komt zal hen in brand steken, zegt de Heere der scharen, welke hun wortel nog tak zal overlaten. Maar voor u, die mijn naam vreest, zal de zon der gerechtigheid opgaan. En er zal genezing zijn onder haar vleugelen. Gij zult uitgaan en springen als kalver uit de stal. Gij zult de goddelozen vertreden, want tot staf zullen ze zijn. Want tot stof zullen ze zijn onder uw voetzolen op de dag die ik bereiden zal, zegt de Heere der Heerscharen. Hier zien we dat God scheiding brengt tussen rechtvaardigen en onrechtvaardigen. We zien thans nog niet altijd dat God de goddeloze straft, omdat hij in zijn langmoedigheid nog steeds ruimte geeft. Maar er komt een dag dat God zegt, genoeg is genoeg. En wij gaan met volle vaart, met spoed, op die dag af. En ik wil naar dit plaatje. Jezus zegt, en hier komen we niet alleen aan het einde van onze studie, maar hier zijn we ook beland op de laatste bladzij van Gods boek. Want er zijn mensen die zeggen tegen mij, je bent veel te veel bezig met die eindtijd en de opname. Nou, degene die me kennen weten dat ik een heel breed spectrum van onderwijs heb in al mijn 25 boeken. En ik ben niet alleen maar hiermee bezig. Maar ik ben er nu wel heel intens mee bezig. Dat klopt. Maar het verwijt wat ik soms hoor, man, je hebt de Heilige Geest helemaal niet. Je bent helemaal niet relevant voor de nood van deze wereld. Waar ben je mee bezig? Alleen maar met de komst van Jezus Christus. Ik durf te zeggen, zij hebben de Heilige Geest niet. En dat durf ik stoutmoedig te zeggen. En ik durf het te zeggen op grond van deze woorden. Want de Geest en de bruid zeggen, kom. Amen, kom Heer Jezus. Het is hier geest met een hoofdletter. Het is de Heilige Geest. Als je de Heilige Geest hebt, dan ben je misschien wel druk met nog je bediening. Pastoraal, evangelisatie, kerk, weet ik veel, bevrijding. Wat God je voor geroepen hebt. Maar diep van binnen is daar voortdurend een verlangen door de Heilige Geest die in je woont. Die eigenlijk uitroept, kom Heer Jezus, kom Heer Jezus. Dat is altijd in je. Dat gaat nooit weg, 24/7. Dag en nacht is er iets wat je met je meedraagt, als je de Heilige Geest hebt, dat je verlangt, als je niet verlangt naar de komst van de Heer, is iets niet in orde. Dat hoort bij de Heilige Geest. En niet alleen bij de Heilige Geest, want de Bijbel zegt, de geest en de bruid. En dat is ook belangrijk.
Maar er staat niet de geest en de gemeente, de geest en de kerk, de geest en de christenen, de geest en de gelovigen, de geest en de gereformeerden, de geest en de kerk. Nee, er staat de geest en de bruid. En dat moet u goed begrijpen. Niet iedereen die in de kerk komt, heeft de mentaliteit of de geest van een bruid. Een bruid is een meisje die weet al wie zij toebehoort. Ze is nog niet getrouwd. Maar ze gaat trouwen. Daarom is ze de bruid. Ze ziet er naar uit. Ze werkt misschien op kantoor elke ochtend om 8 uur op haar brommetje. Maar thuis turft ze de dagen af. Naar de dag van de bruiloft. Ze heeft haar jurk in de kast hangen. Ze denkt nou over het feest. Ze is er mee bezig. Ze is er eigenlijk altijd mee bezig. Eigenlijk duurt het haar nog veel te lang. Want ze verlangt om verenigd te worden. Dat is een bruid. Ze gaat niet flirten met andere jongens. En denk ik kan nog wel het bed even met een ander delen. Want daar heb ik nu zin in. Nee, dat doet een bruid niet. Een bruid die leeft maar voor één doel. Die ziet uit naar één moment om voor eeuwig verenigd te worden. Of nou voor eeuwig in het natuurlijke met haar partner. Maar deze bruid is de bruid van Christus. Dit is de gezindheid van de bruid. Dat zijn niet alle mensen die in de kerk komen. Dat zijn alle die Jezus onvoorwaardelijk lief hebben en na zijn komst uitzien. En zeggen, kom Heere Jezus, kom Heere Jezus. En dan zegt hij in antwoord, in dit duet, ik kom spoedig. Lieve mensen, ik geloof met heel mijn hart dat ik het meemaak. Ik geloof dat die dag heel dichtbij is. En mijn gebed is voor iedereen die dit onderwijs beluistert, dat het een aansporing zal zijn, dat het de ratel is, de trompet en de boekrol, de woorden van de koning. Ik kom spoedig. Daar sluit de Bijbel mee af. Laten wij in die verwachting blijven uitzien naar zijn komst. En ons rein bewaren. En die instructies om rein te bewaren zijn woord en al die dingen die we gelezen hebben toe te passen. Zodat we onbeschaamd hem in de ogen kunnen zien. Straks en voor eeuwig bij hem zullen zijn. Amen. Amen. Amen.